Welkom bij de premium bespreking van Marvel's Guardians of the Galaxy. Gardeners of the Galaxy. Yeah, Gardeners of the Schmalaxy. Nou ja, jullie hebben hem uitvoerig gespeeld. Zeker. Ja. Ik zit hier als de vragenstellende partij bij deze premium review. Klopt, jij had geen tijd om te spelen. Dus het was aan Yui en ik. Ja, geen tijd en geen code gehad. Dus dan zit hier. Ben jij, want kijk, mensen weten van ons heel erg dat wij onwijze Marvel fans zijn. Ja, jullie zijn Marvel mensen, hè? Ja. Ja, ik heb er dus heel erg over na zitten. Ik ben, comic-wise ben ik wel echt een DC guy. Dus ja. Ik ben vooral Batman, heel veel Batman. En alles wat daar omheen zit vind ik heel erg vet. Hij had eigenlijk bij DC fandom moeten zitten dan. Ja, ja, dat vond ik heel fucking hell. Genoeg over te vertellen, maar daar hebben we het nu niet over. Movie-wise ben ik wel Marvel guy natuurlijk, want ja, kom op. En game-wise... Christopher Nolan trilogie en Joker. Ja, daar en... kunnen we het nog wel een keer over hebben, maar niet de grootste fan. Oké, okay, bij deze, ik zeg nu alvast, we gaan een nerd culture met Yui doen Batman over Batman. Ja, vet. Gaan we doen. Ja. Maar bij games ben ik er dus nog niet helemaal over uit. Omdat ik die Arkham shit heel erg vet vind. Ja. Maar ik vind Spider-Man ook heel vet. Dus sindsdien is een beetje... Ja, ik vind de DC games altijd toffer dan de Marvel games. Ja, maar jij hebt Spider-Man niet gespeeld. Nou ja, ik heb het niet uitgespeeld. Nee, maar als je de crème de la crème niet hebt gespeeld... Dan heb je er ook geen oordeel over gegeven. Niet uitgespeeld. Maar ik heb altijd meer met de DC games. Maar goed, wat ik vooral heel vet vond aan Spider-Man... En dat een bruggetje naar Guardians... Is dat je voelde Spider-Man. En de vraag is nu, voelde je hier de Guardians of de Gardeners? Nou, je bent Star-Lord natuurlijk, niet de rest. Zullen we daarmee beginnen dan? Ja. Part of the ship, part of the crew. Nee, voelde het niet zo. Nee. Gek genoeg, Peter Quill... Wacht eventjes hoor. Mag ik even horen wat voor game het is? Want ik denk dat er heel veel mensen zijn, en ik was er ook eentje van, die eerst... Die heel erg in de veronderstelling was dat het überhaupt door hetzelfde team was gemaakt als de Avengers game. Mm-hmm. En dat het dus heel erg een Avengers-achtige game zou gaan worden. Ja, zo zag het er ook uit. Alleen dan met nog kuttere combat. Ja. Toen we die trailer voor het eerst te zien kregen. En toen bleek die door Naughty Dog gemaakt te zijn. Nou, het is wel bijna een Naughty Dog game. Ja. Ik zweer het je, deze game. Het is een super verhalende game. Het is een niet enorm lineair, want er zijn best wel wat aftakkingen, mm-hmm. maar je komt altijd bij hetzelfde einde terecht in ieder geval. Dus dat moet wel gezegd worden. En om heel eerlijk te zijn, het is een singleplayer avontuur. Er zit geen bullshit in. Maar het heeft wel echt de Sony kwaliteit qua cinematics, qua storytelling, qua karakters. Vond je dat qua niet... Qua gameplay niet. Nee, oké. Okay, laten we dat, daar gaan we het zo over hebben. Vond je dat niet, of vonden jullie dat niet bij de Avengers? Want dat is ook, afgezien van een ander raar game-model. Nee. Maar het was ook vrij verhalend en storytelling-wise. Ik vond het een toffe story. That's it. Okay, dit is van een hoog niveau. Dat was gewoon hoog, een toffe story. Of hoog? Nee, hoog niveau. Hoog. Dit is hoog. Letterlijk alles. Ja. Nou, maar letterlijk alles wat er gebeurt in die game. Alles heeft een reden. Elke fucking keuze die je maakt. Ja. Het eindigt altijd in karakterontwikkeling van die... of karakter in de ontwikkeling van een ander. Ja. Vind ik heel fucking vet. En elke keuze die je maakt... heeft dus niet zo'n gigantische invloed op het verhaal. Maar omdat ik de game heb gestreamd... en zelf heb gespeeld... de stream ben ik gewoon opnieuw begonnen... en andere keuzes gewoon expres ook gemaakt... merkte ik van... wauw, het verhaal gaat echt gewoon zeker 40 minuten een andere kant op... door een beslissing die ik heb gemaakt. Ja, en daardoor de missies dus ook. Dus je hebt wel inderdaad, je maakt keuzes en op basis daarvan... Maar we hebben nog steeds niet verteld wat het is. Het is dus een third-person shooter eigenlijk. Is het een shooter? Ja. Een third-person action game, zou ik willen zeggen. Exactly. Met wat hele lichte... Third-person action adventure. Letterlijk de Sony. Ja. Fucking heel licht level-up systeem heb je. En je kan dus, omdat je natuurlijk met de Guardians bent... kan je je team aansturen tijdens het knallen. Ja. Want jij knalt als Star-Lord. En daarom is het ergens een beetje een shooter. Want jij bent aan het schieten. Maar ben je real-time aan het schieten? Ja. Oké, je bent wel real-time aan het... Dus de action is real-time. Ja, want je bestuurt letterlijk alleen maar Peter Quill. En die bestuur je gewoon als een... Ja, qua gameplay dan in de combat als gewoon een matige actiegame. Ja, met je twee gunners. Ja, maar je kan dus ook je enemy of je friends kan je dus commands geven. En ik moet wel zeggen, hè, ik had dit toch wel heel graag, dit echt heel graag met gewoon vier vrienden willen spelen. Ja. En want simpelweg, en dan komen we terug op je eerste vraag wat je zei van, voelde jij je een Guardian of the Galaxy? Of nee, dat voelde ik niet. Ik voelde alsof ik keek naar Guardians of the Galaxy. Wat echt heel knap is, moet ik ook heel eerlijk zeggen. Peter Quill voelde een beetje als een blank slate. En ik had wel echt het gevoel alsof ik aanwezig was
bij een Guardians of the Galaxy avontuur. En dat vond ik echt heel tof. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ik voelde me op zich wel een Guardian of the Galaxy, maar ik voelde me niet de Guardians. Dus ik voelde me vooral heel erg Peter Quill. Inderdaad, een beetje een lame versie daarvan. Maar ik vond op zich, gewoon de jetpacks en het schieten voelde wel Peter Quill. Maar dat het kutte is dat dat gewoon niet de beste character van de Guardians is. Dus je wil wat gek is toch? Want in de film, want de meeste mensen zullen bekend zijn met de film, daar is Chris Pratt de juiste ster. Ja, zeker. Maar wat vond je van de designs? Ik vond het heel tof. Ik weet niet waar je precies over hebt, over de locaties. Van de characters vooral, fucking tof, want ik moet je heel eerlijk zeggen. Ja, ik vind ze allemaal tof, behalve Peter Quill. Wat een droplulletje is dat. Nee, ik vind zijn outfit zo fucking brut ook, man. Dit Jack. Rip-off van fucking Thriller, maar dan echt een soort van, nee, het is echt niet cool. Het is een soort van, ik vond het wel heel cool. Snel weer dat Canadese. Wat? Ik heb hem heel snel aan de pak uitgepakt. Oh, dat kon. Ja. En ik had hetzelfde dus met Drax. Die vond ik op het begin niet heel lekker uitzien. Dat was een beetje een groene Mr. Freeze, vond ik. Ja. En ik had heel snel gelukkig de skin of outfit, hoe je het wil noemen. Naked. Bad naked Drax. Hele grote groene Drax. Met de movie. En hij is skin. Niet groen, hè? Dat zegt hij zelf ook. Hij is teal. Akkoord. Niet groen. Oh, ik dacht dat hij grijs was. Ja. En met de voice acting had ik eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik vond het wel vet, maar ik vond, en dat was echt een groot probleem bij het spelen, ik vond Rocket als Chris Pratt klinken. Ah. Dus ik was de hele tijd aan het spelen en ik denk, waarom zegt hij zulke gekke dingen? Maar dat komt dus omdat de voice actor van Rocket in deze game heeft dezelfde soort stem als. Hij heeft diezelfde raspiness een beetje en ook dezelfde emotie en tonatie van de Chris Pratt. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vond juist, dit heb ik helemaal niet gemerkt. Nu je het zegt, heb ik zoiets van, oh ja, eigenlijk wel. Maar dan kan je een andere conclusie trekken. Die Rocket Raccoon in de film speelt. Hangover Guy. Hangover Guy, met die film met ik ben vandaag zo slecht in namen. Ja, ik ook. Niet normaal. Die in ieder geval. Bradley Cooper. Die heeft ook een beetje dezelfde soort stemgebruik als Chris Pratt. Dus dat vind ik ook niet heel gek. Nou, ik wou dus zeggen, als je iets hebt over MCU-niveau, ik vind de voice acting van Gamora, van Drax ook, want hij maakt echt fucking goede grappen. Dat is echt niet normaal. Rocket vind ik echt op MCU-niveau. Ja. Misschien zelfs beter. Wat knap is, want Bradley Cooper heeft echt geweldig materiaal aangeleverd. En Gamora heeft ook veel meer karakter dan de Gamora in de films, vind ik. Ja, vind ik wel. Ja, omdat ik vond Gamora ook een beetje iffy. Ja, want? Maar ik vind daar, ze is natuurlijk, maar ze is ook in de movies is ze gewoon die harde killer. En ze was hier niet zo hard. Dus ze heeft meer karakter, maar volgens mij hoort zij geen karakter te hebben. Nee, ze heeft hier inderdaad heel veel meer diepgang. En dat vond ik juist tof. En die character designs, ik had hetzelfde als jij. Toen de game voor het eerst werd onthuld, toen had ik echt zoiets van, dit is niet mijn Drax, niet mijn Peter Quill, niet mijn Rocket. Noem het dan. Nou, Rocket ziet er hetzelfde Rocket, uit. Rocket, Groot, Drax is fijn. Die lijkt heel erg op die van de comics. Rocket en Groot, die zien er gewoon uit als de MCU-versies. De rest zijn wel echt andere versies. En dat stond me ook tegen, totdat ik gewoon de game ging spelen. En al deze characters zijn allemaal gaan groeien. Ja. Waardoor ik ze waardeer zoals dat ze zijn. Ja. Ja, wat krijg je als je Lord omdraait? Drol. Ja, Stardroll, dat is dit. Nee, dat is het dus niet. Ja, dat vind ik dus, dat snap ik als je dat hele verhaal hebt meegemaakt. Maar ik vind dat dus nog steeds, ik vind het echt zo'n... Hij patsertje in de kroeg met zijn leren jasje, die eigenlijk maar helemaal... Maar dat is hij ook. Dat is ook niet echt cool, maar fair enough. Wel cool. Ja, maar dat is dus niet, dat lijkt mij dus niet leuk om mee te spelen. En daarom vind ik het een beetje een frappante keuze. En daar hebben we het al eerder over gehad in onze eerste stapjes. Dat je niet kan switchen. Zoals in elke andere game waarmee je met een team erop uitgaat. Mm-hmm. Waarom de fuck kan je niet gewoon met Rocket Raccoon spelen? Ja, en de hele game. En voor de rest krijg je nog steeds de cutscenes. Zijn nog steeds de cutscenes die worden verteld. Is dat ze, wat ze doen namelijk, want ik vind het speelt zo, het speelt gewoon lekker weg. Het is niet goed, maar het speelt wel lekker weg. En ik had het fijn gevonden, want soms splitten ze op. Dan voel je heel eenzaam. Ja. Want kijk, waar zijn mijn vriendjes nou? Nou, maar ik miste Drax bijvoorbeeld op een gegeven moment echt enorm. Ik zat de hele tijd die button spam. Kut, nee, ik heb hem niet. Weet je. Maar en je speelt niet met die gasten. Nee, maar wat ze doen is dat Rocket bijvoorbeeld iets moet gaan oplossen. En dan sta jij eigenlijk te wachten. En dat is dan, misschien is het corny, maar dat voelt voor mij als het perfecte moment om een beetje... Ja, heel stom voorbeeld misschien, maar wat je vroeger bij Jack en Dexter had, dat je af en toe even Dexter was als je in een kleine ruimte Precies, was. Dat hadden ze met Rocket kunnen doen bijvoorbeeld. Gewoon af en toe even op een magma's Drax. Ik zal je heel eerlijk vertellen waardoor dat gewoon komt. Deze game, en begrijp me niet verkeerd, maar deze game is gewoon te vroeg uitgebracht. Ja. Weet je, hij is onlangs aangekondigd. Hij is nu redelijk vlot uitgekomen. Nou, dat. Het is een hele goede game hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar
ik heb zoveel fucking bugs. Ja. En zoveel tekortkomen in dit geval, zoals wat je nu noemt. Mm-hmm. En dat heeft simpelweg gewoon, nou, daar hebben we de tijd niet voor, dus laten we dat niet doen. Het ziet er inderdaad uit alsof er af en toe plekken in de levels zijn waarvan je denkt, hier had je eigenlijk inderdaad geschakeld naar de andere. En dat doe je dan niet. Nou, dat. Nou, sterker nog, in Avengers gebeurt het natuurlijk af en toe on purpose. Of kan je kiezen of wat dan ook. Maar ik had gewoon zoiets van, en dat is dan wel grappig. Denken jullie dat wanneer deze game meer ontwikkeldheid had gehad, afgezien van de bugs, dat je dan wel, zoals elke, weet ik veel, oude Japanse RPG dat 10 jaar of 20 jaar geleden al had, dat je gewoon naar je andere teammaten kan switchen tijdens gameplay? Nou, dat had heel veel sens gemaakt. En ik had het allervetste nog gewoon gevonden, want echt alle characters zijn gewoon goed uitgediept. Ik had het gewoon echt heel vet gevonden. En misschien is het wishful thinking. En dit is ook weer van een game beoordelen op wat het niet is. Maar deze game... Ja, maar soms is het zo obvious. Dan moet je het even over hebben. Ik wou zeggen, Guardians, het is een gang. Het is een groep vrienden. Ik wil een co-op campaign. Ja. Met mijn vrienden dit space-avontuur beleven. Dat wil ik niet, moet ik er wel heel eerlijk bij zeggen. Ik had het graag gecorporeerd zien in het verhaal. Dus af en toe ben je ineens die guy. Dat zou ook kunnen, Dan wordt het een rommeltje, denk ik. En ik vind juist die experience dat het... Nee, maar hoe heet het? Co-op campaign. Cutscene is een cutscene. Nee, maar co-op campaign betekent... Je kan hem in je eentje doen. Hoeft niet. Ja. Maar als je met 4 andere vrienden wil spelen... Maar niemand wil Peter zijn. Want je commands al. Nee, maar daarom. Niemand wil Peter zijn. Ja, jij wel? Natuurlijk. Ja, man. Oké. Nou, jij wil de rol. Jij wil de rol spelen. Ja, maar dan, jij wil startrol spelen. Maar dat is precies waarom ik... ben zelf ook een beetje een startrolletje. Dus, Nee, maar ik vind Groot is, of Drax, die zijn zo overpowered. Dat wil je een klein stukje spelen. En dat je je ook echt overpowered voelt. Dus dat je gewoon honderden vijanden omver staat. Zoals je dus als hij naast je staat, weet ik niet of dat lekker werkt. Maar zoals je dus in Marvel's Avengers wel eens met Hulk speelt. Ja. Vrap. Alles aan alle kanten. Ja, maar ik vind het nog best wel goed gebalanceerd naast een Captain America. Of zelfs, weet je. Dat, maar dat deze hebben wel. Ook allemaal abilities die elkaar echt goed aanvullen. Want weet je, Gamora is de assassin. Die sneakt op een tegenstander, steekt hem in zijn nek. Massive damage. Ja. Groot is juist die gast die grote massa's aan vijanden gewoon aan de kant kan rammen en kapot kan slaan. Of kan vastbinden of whatever the fuck. Drax is juist weer 1-op-1 met iemand. Die houdt hem bezig. De tank. Ja. En Rocket is gewoon Rocket. Gewoon explosives. Rocket. Maar ik vind die commands vind ik wel, ik vind dat wel chill werk. Speelt het lekker? Want het ziet ik niet. Jij vindt dat wel, jij vindt het niet. Want we hebben net, we kunnen zo meteen misschien even naar een stukje actie gaan kijken. Het ziet eruit alsof we een 2003 Resident Evil rare fucking stuff aan het doen zijn. En weet je waarom ik dat er zo vet vind? Eigenlijk vanaf het begin, op het moment dat je die game opstart. Want ik wilde eigenlijk 3 dingen. Ik wilde de humor, ik wilde de muziek. En ik wilde nog iets, maar dat ben ik nu even vergeten. En vanaf minuut 1, 80's muziek. En een 80's vibe. Chewy action figures. Het begin voelt alsof je in Back to the Future begint. Ja. En dit voelt een beetje alsof je een arcade oldschool game aan het spelen bent. Oké, dat is vet dat jij het zo ervaart. Denk je dat het bedoeld is? Of is het gewoon toeval? Nee, ik denk dat het pech is, maar het viel voor mij allemaal op de juiste plek. Dat. Dus voor jou werkt dat. En ik zie dit en ik zie gewoon een hele oldschool Maar dit is nog niet eens het slechte daarvan. Want dit bestuurt... Jezus, dit kerst die vijanden. Maar dit is wel weird, want deze vijanden, deze beelden zijn volgens mij ook de beelden die ze gebruikt hebben om het naar buiten te brengen een beetje in trailers. En ik begrijp dat niet, want ik begrijp deze vijand niet in deze wereld. Mogen we een andere vijand zien? En er zijn in de rest van de wereld wel gewoon vette vijanden. Nee, maar een bosbattle. Er zijn al vette bosbattles. Maar het ding is, ik vind dit niet... Hoe deze gameplay zich ontvouwt, vind ik nog niet eens heel erg vervelend. Het komt behoorlijk chaotisch over. Vind ik helemaal niet. Ja, dat. Maar het probleem is juist die commands issue. Want weet je hoe vaak ik wel niet Drax probeer te sturen en dan begint hij in één keer rond te draaien met al die explosies om zich heen? Omdat je bent heel erg druk bezig met je linker thumbstick. En als je per ongeluk je linker thumbstick ook indrukt, dan bestuur je Peter. Want die heeft ook special abilities. En ik heb zo vaak per ongeluk de special ability van Peter gebruikt in plaats van een ding. Omdat in hectische situaties, ook al gaat de tijd wat langzamer wanneer je L1 inhoudt, je wilt nog steeds shit ontwijken. Maar wat het volgens mij is wat ik vaak deed, is inderdaad met L3 word je Peter, kruis je, vlieg je de lucht in. En daar heb je de ruimte om de andere commands te geven. Maar Peter heeft zoveel meer andere vette abilities, weet je wel. Hij heeft die area of effect damage. Ja. Hij heeft die lasers naar voren. Die barrage eigenlijk wat erin zit. Die ik hier nu heb. Ik heb hem op normal gespeeld. En ik moet zeggen, het is niet heel moeilijk. Dus het voelt wel gewoon alsof je lekker wegschiet. En het maakt volgens mij ook niet zoveel uit allemaal. Waar ik meer moeite mee had, is dat hetzelfde systeem zit in de puzzels.
of puzzels. En ja, ben jij puzzel? Team puzzel. Puzzel. Team puzzel. Puzzel? Puzzelen? Ja. Okay. Puzzelen. Maar je mag dus met deze game mag je ook lekker puzzelen. En dan doe je eigenlijk hetzelfde. Dan gebruik je de Guardians om puzzels op te lossen. Maar ze vertellen letterlijk wat je moet doen. Kan het worden. Nee, maar, ja, nu kan ik het ook niet meer. Nu kan ik het niet onthoren. Nee, maar heel eerlijk. Van, weet je, dan is dit weer een gameplay element die gewoon matig is uitgevoerd. Ja. Want ze zijn. Maar dat is in het chart hetzelfde. Ja, maar dan ga ik niet goed praten. Ja, okay. Het is gewoon pleuren simpel. En ja, zeker een team zoals Crystal Dynamics. Dat hebben ze dus. Die hebben dit niet gemaakt dan toch, juist? Of sorry, Eidos Montreal. Precies. Zeker een team als Eidos Montreal, ervaring met de Tomb Raider serie. Die weten hoe ze fucking vette puzzels kunnen maken. Ja. Dat weten ze. Ja. Want dat hebben ze al gedaan. Ze hebben iets anders gekozen voor deze game. En dat is dus een verhalende, vrij mainstream maar als je, game. Als je ze zo matig gaat maken, stop ze er dan maar niet in. Nee. Weet je wel? Ja, gameplay-wise is het wel. Ik had het ook op een gegeven moment, zonder te spoilen. Weet jullie nog dat moment in Arkham dat je op een gegeven moment de Scarecrow hebt? Ja. En dat de hele wereld verandert. Ja, vet. En de gameplay dus ook. Ja. En in Guardians heb je op een gegeven moment een soortgelijk moment. Ik moet het een beetje vaag houden, maar er gebeurt ook zoiets. Je komt echt in een compleet andere wereld. Dus is het Thanos? Die is soort van met de reality talk about it. Oh. Cameo is wel heel veel vet, maar dat is het niet. Nee. Je hebt al te veel gezegd. Ja. Ja, maar nu ben ik dit is precies wat ik nodig heb om die game misschien wel te gaan spelen. Maar de gameplay verandert dan dus ook niet. En dat vond ik wel heel jammer om te zien. Dat ze dus wel de moeite nemen om in het verhaal en met de graphics en maar dat is het de wereldschrijf dingen nemen te doen. Weet je, ja, maar dus, dat is ding, een te weinig ontwikkelingstijd. Ja. En eerlijk, weet je, in dit geval pakt het nog enigszins goed uit. Nee, ik wou het zeggen. Een vette game is. Ja. Maar dat betekent niet dat hij veel beter had kunnen worden als hij nog wat meer tijd had. Zeker. Had. Want ik zie twee dingen waar ik het heel graag over wil hebben. Ten eerste gewoon nu de graphics en de omgevingen. Dat is all kinds of amazing, dat, toch? Dat is eye candy. Een van de sterren van deze game is denk ik gewoon de level design. Of in ieder geval gewoon dit is geen planeet. Level. Dit is gewoon letterlijk midden in space. Is er ooit een battle geweest. Hier liggen allemaal militaire spullen. En hoe zorgt de fucking Nova Corps ervoor dat niet alles uit elkaar drijft en opgepikt kan worden door anderen? Gooi ze roze goo overheen, dat alles aan elkaar blijft plakken, dat in ieder geval alles op één plek blijft. Zeker. En allemaal dat soort vette dingetjes zitten in de wereld. En alle locaties, alle werelden, ze hebben allemaal verschillend weer, compleet andere kleuren. Het is echt een avontuur en dat vind ik zo gruwelijk. Ja, je zag die teller net even boven in beeld. Dat is ook dus omdat je dus kan kiezen op een gegeven moment wat er gezegd wordt. En dan kan je dus ervoor kiezen om een weddenschap met Rocket aan te gaan. En op dat moment komt die teller pas in beeld. En dat soort kleine veranderingen in de missies, dat heb je dus de hele tijd. Ja. Dat is wel. Dat geeft die wereld, ondanks dat het inderdaad heel klein is, het heeft geen grote gevolgen, geeft je het wel het gevoel dat je echt impact hebt en dat je ook iedereen, ik weet niet, ik wilde iedereen te vriend houden, ondanks dat ik wist dat het uiteindelijk wel goed zou komen. Ja. Nee, maar je komt altijd terug op hetzelfde eindpunt, maar het betekent niet dat tussendoor je een hele andere ervaring kan krijgen en dat is gewoon heel tof. En dan over de graphics, ik moet heel eerlijk zeggen, ik was echt weggeblazen door de graphics. Er zijn momenten dat je denkt van, oké, dit ziet er niet zo heel goed uit, maar er zijn ook echt momenten dat je wordt weggeblazen gewoon door de schaal, maar ook gewoon door het detail. Beetje stijl, kleurgebruik, dat soort dingen. Het is misschien graphics technisch, letterlijk is het al best wel goed. Weet je, belichting is goed, de effecten zijn mooi, lichteffecten zijn mooi. Maar het is dus vooral ook gewoon de stijl. Ja, maar ik ga misschien iets controversieels zeggen. Want ik ben altijd een hater geweest op 30 fps. Maar je kan in deze game kiezen tussen een performance mode of een quality mode. En de performance mode is 60 fps. Dit ziet er wel uit als 60. Ja, op het begin heb ik gespeeld op 60. Ja. Want dat is mijn basis. Ik ga niet 30 fps games spelen. Ja. Maar in dit geval is de 60 fps variant is in 1080p. Wat wel echt een gigantisch verschil is met 4K. Weet je wel, meestal zitten de games er dan tussenin. Dit is 1080p. Maar het is niet alleen 1080p. Ook heel veel toeters en bellen, grafische toeters en bellen, zijn gewoon uitgezet. Als je deze game 4K 30 speelt, wauw. Ja, maar dit is dus 1080-60. Ja. Heb je ook captures van 4K 30? Nee. Oké, dat is gewoon inderdaad bekend. Early. Heb ik wel. De regie, kun je naar de laatste clip gaan? Ja, de latere video's. Want
dan ben ik ben op een gegeven moment gewoon overgestapt naar 30 fps. Ik vind dit al belachelijk vet namelijk. Dat ja, maar weet je zit hier een beetje ver vandaan. En dit is ook niet een 4K-tv. Dit is ook niet HDR, weet je wel. Ja, de game is gewoon Uncharted. Ja. Guardians. Ja. Nou, en het is natuurlijk ook ergens niet helemaal gek. Want ten eerste hebben ze waarschijnlijk gewoon gekozen voor een PlayStation approach qua game. Heb ik tweede, wel het idee. Inderdaad, is het team natuurlijk ook volgens mij dus verantwoordelijk voor een gedeelte van... Ja, dat zie je inderdaad nu wel. Het is niet... Ja, het is... Ja, oké, het is ook mooi, maar... Kill the Game is zo prachtig, man. Ja. Ja, het is wel heel mooi. Ja, maar waar had ik het ook weer over? Ik was nu, ben nu afgeleid door de lens flare. Maar, en door de... Ik ben ook afgeleid. Ik heb niet meer geen idee waar je het over had. Ja, J.J. Abrams ineens, inderdaad. Ik weet het nu ook niet meer. Weet jij het nog, Jui? Nee, ik... Jij bent nieuw, jij moet opletten wat er hier gezegd wordt door de grootmeesters. ik had het over... Wat over graphics? Ja. Dus ja. Nou, jij had het over graphics. Verschil. Ja, goed verhaal dit. Nou, whatever. Maar ja, laten we gewoon... Iets anders dan. Ik kom er zo meteen wel weer op en dan ga ik er weer hard doorheen. Iets anders namelijk wat ik wil weten. Omdat, oh ja, ik zei dat het team van... Dat bedoel ik, we zijn er weer. Het team dat deze game gemaakt heeft, ook heeft meegewerkt aan Tomb Raider. Als je natuurlijk gaat kijken wat dat is. En volgens mij ook Deus Ex. Dat soort dingen. Het is volgens mij dus, het is niet een main studio. Want normaal, volgens mij, Crystal Dynamics is wie Tomb Raider gemaakt heeft. Met hulp waarschijnlijk van dinget Montreal. Ja. Dus ze hebben daar ervaring mee. Maar dat is dus ook ergens gewoon een hele verhalende game. En ergens gewoon adventure. Mm-hmm. Dus als je dat moet vertalen naar wat je kan. Als zijnde deze studio moet gaan vertalen naar een hele grote space sci-fi adventure. Dan is het ook niet zo heel gek dat het hierop uitkomt. Nou, jawel, want de gameplay van Tomb Raider is dus veel beter. Ja, maar omdat het dus veel intiemer is. Nee, ja, dat had hij prima gekund. Dat heeft puur met ontwikkelingstijd te maken. En kennelijk had deze er gewoon nu moeten komen. En nogmaals, het is een hele goede game. Ik kan hem iedereen aanraden. Doe dat alsjeblieft ook gewoon. Maar dat betekent niet dat hij niet beter had kunnen zijn. Oké, ander ding waar ik dan naartoe wilde, is het is een verhaal in de game geworden waarvan de gameplay een soort van moi is. Voor wat het moet doen. Wat is dan het verhaal? En is dat vet? Het is, ik vind het heel vet. Ja, het is gewoon... Het is avontuur, family ja? En space lama's. Nee, ik zat op space lama's. Ja, ja, ja. Wat is het? Ja, maar wat is het? Wat is het verhaal van het verhaal? Het begint eigenlijk als volgt. Je bent dus op een missie en dat loopt uit de hand. De Nova Corps komt achter je aan. Weet je werkt jezelf in de nesten. Exactly. Dat is wat Peter Quill altijd doet. We moeten het, ja, tuurlijk. Je moet de film vergeten. Weet je moet de films vergeten. Ja, zeker. Maar dit is wel blank. Een established groepje. Dus het is niet zoals in de film dat ze elkaar leren kennen. Precies. Et cetera. Nee, geen origin story, which is nice. Sterker nog, ik had er heel even erbij misschien moeten pakken. Maar Eidos Montreal en Square Enix, die raden ook 3 comics aan om te lezen. Vet. Voordat je Guardians of the Galaxy gaat spelen. Dus wil jij meer achtergrondinformatie? Wil je meer in dat wereldje zitten? Waarschijnlijk staat het gewoon op de website van Square Enix. En er staan 3 comics van Guardians of the Galaxy die je moet gaan lezen. En daarom Drax lijkt daar ook op die character volgens mij en wat dan ook. Dus die ken ik inderdaad. Die kende ik toevallig al. Dus ik had zoiets van, oké, fair enough. Ik snap dit. Wilt niet zeggen dat ze niet naar de films hebben gekeken hoor. Ook, want je voelt wel dat ze daar ook echt liefde voor hebben. En Maar, verhaal. Het verhaal. Nou, dus je werkt jezelf in de nesten. Ja, ja met Novacore. En vervolgens krijg je een gigantische boete die je moet gaan betalen. En daar krijg je 3 dagen de tijd voor om dat te doen. Dat is al een avontuur op zich, want je moet dat geld gaan verzamelen. Dus je moet een heist poelen. Ja, bij wijze van. Space je doet de heist. En op het moment dat je terugkomt, blijkt er iets goed mis te zijn gegaan. En eigenlijk begint daar het verhaal en dan ga je het ontrafelen. Is er een world of reality threatening iets bezig? Jawel, de galaxy is under... Ja, we zijn de Guardians of the Galaxy. Exactly. Ja, oké, het is big. Zo it voelt het ook. Intiem. Dat vind ik heel vet. Dat het begint inderdaad klein en het loopt volledig uit de klauwen. En het is inderdaad, we have to defend the galaxy. Yeah. All right. Nou ja, dan ben je er al. Kijk, op het begin met het roze, waar al die militaire staf zit, daar mochten wij niet zijn. Wij waren daar aan het scavengen, want we zijn de monster aan het hunten en we worden gewoon betrapt door de Nova Corps. Ja, dat is hoe dat gaat. Ja, oké. Ja, maar dus daarna is er wel gelukkig inderdaad iets gaande met de galaxy. En zeker. Een groter ding. Dus het is niet een intiem verhaal, het is groots. En wat dan ook. Dan hebben we nog 2 topics. Humor. Zeker. Dat is echt iets waarvan ik had gedacht, dat kan je niet in de game krijgen. Weet je, de film... Ik vind het al knap dat ze daar voor elkaar hebben gekregen. Dat is ook echt heel goed gedaan. Ik denk ook heel eerlijk gezegd dat alleen James Gunn, niet alleen, maar er zijn maar weinig regisseurs die dat op die manier kunnen poelen. Wat zo authentiek voelt als hij heeft gedaan.
Dat is ook mijn grootste worry. Volgens mij zei ik ook bij de aankondiging van de game, dat kan helemaal niet. Je kan geen Guardians game maken. Nee. Ik zat er helemaal naast. Ja, want de humor is echt on point. En soms is die zelfs nog beter en slimmer dan de film. Slimmer en nerdier. Nerdier. Nou, gewoon omdat er layers to that shit. Ja, weet je wel? Vooral omdat je 15 uur hebt om een verhaal te vertellen in plaats van 2 uur. En ook wat slimmer qua de characters zijn zoals ze moeten zijn in deze game. Misschien wel meer nog als in de film. Omdat bij Marvel zijn ze er niet vies van om sowieso toch nog ergens iemand een grapje te laten maken. Ondanks dat het een beetje out of character is. En hier heb ik echt het gevoel, elke line, ondanks dat ik dus vaak in de war was dat de verkeerde guide zei. Ja. Elke line klopt bij degene die het zegt. En wat ik zei, er zitten best wel vette, zeker voor Marvel fans, vette cameo's in. En zeker. Iedereen doet zijn part en iedereen is gewoon funny of zorgt ervoor dat de Guardians nog funnier zijn. Ja, oké. Okay. Dus dat, weet je, je kan geen grappen gaan navertellen, maar het zit echt... Ik heb één grap verteld en toen moest hij zelfs nog een beetje lachen. Cool. Dus, dat zit echt helemaal goed. En het zit echt door de hele game. Dus wat je ook aan het doen bent, of het in de cutscenes is of dat je gewoon aan het lopen bent, dan praten ze met elkaar. Maar kijk, wat er hier nu gebeurt, dus daar wil ik heel even snel op reageren. Je vindt hier iets, kijk, want er zit ook een stukje exploration in. Het is niet heel erg groot, maar het zit er wel in. Bijvoorbeeld hier vind ik een pack. Dat zien we eigenlijk op de achtergrond. Er staat een soort van een hele coole... er staat een Word document op de achtergrond van deze Pip. Zie je dat? Oh ja. Ik weet niet wat dit is. Iemand dit... krijgt de tiende iets. Dat bedrijfsgeheimen staan hier achter in de Pip. Ja. Maar wat ik zei, hier vind je dus een stuk. Dat is zeg maar die spinal shit van Rocket. Weet je wel wat die op heeft? Mm-hmm. En als je die pakt... En je gaat op een gegeven moment, wanneer je tijd hebt, je gaat heel even terug, want af en toe ga je terug naar je ship natuurlijk. Mm-hmm. En je kan gelijk door naar de volgende missie, of je kan met al je crewmates gaan praten. Ja. Ik heb dit ding gevonden van Rocket in deze wereld. Ik ging naar Rocket toe, naar zijn eigen kamer aan boord. En daar komt een heel verhaal van hem, een backstory en waar dat vandaan komt. En dude, in één keer heb je zoiets, dat bedoel ik, met alles wat er gebeurt... heeft met karakterontwikkeling te maken. En daardoor wordt je band met al deze gasten en chick wordt gewoon beter. Ja. Ja. En je hebt het gevoel dat je de invloed op hebt. En dat maakt het zo vet. Ondanks dat ik nog steeds niet weet hoe big mijn invloed... Ja, je zei net zelf al van het verandert wel echt wat. Ja, maar niet het eindresultaat, maar wel de weg ernaartoe. Ja. Ja, en inderdaad, in die spaceship kan je ook echt gewoon je dingetje doen. En je kan er douchen. Je kan er, want daar hebben we het nog niet over gehad, je kan er alle muziek die in de game zit luisteren. Nou, dat was mijn volgende punt. Ja. Het laatste eigenlijk waar ik nu benieuwd naar was. In de film is dat natuurlijk echt episch goed gedaan. Ja. Dat is iets wat niet in comics zit. Dus dat is eigenlijk pas sinds de film wordt Guardians of the Galaxy gerelateerd met vette muziek. Dus dat moest hier ook wel gebeuren. En is dat goed gedaan? Dude, dit is niet van de films, denk ik. Want ja, om een of andere reden. Ja, films, weet je, scrammed. Er zijn hele high action pieces en dat weten ze heel mooi aan elkaar te mengen. En de context klopt ook vaker. En je hebt meer budget. Ja, maar de context klopt ook gewoon vaker. Weet je wel, wanneer die zingt, I'm not in love. Weet je wel, en ook met Gamora op een gegeven moment, dat ze bijna die kus geven. Het is veel meer in context, dat is hier niet. Er zitten hier wel lekkere nummers bij. Maar de nummers? Er zitten hele goede nummers tussen, maar het voelt ook een beetje als SingStar 80s edition, zeg maar. Dus er zitten echt, maar inderdaad, en dat komt dus ook vooral door de plaatsing, want er zit een Rick Ashley Never Gonna Give You Up in. Ik denk dat het in bepaalde echte, toch? Ja, real ones. In bepaalde context kan dat werken. Maar als het gewoon opstaat, voelt het voor mij net niet helemaal Guardians of iets wat Peter... Nou, en dat gebeurt dus net te vaak. En wanneer je dat ook krijgt... Ze doen het om het doen af en toe een beetje. Ja. Want het hoort er nu nou eenmaal bij. En dus de soundtrack is goed, maar in de film is het gewoon beter geïmplementeerd. Ja. Wanneer je ook die muziek te horen krijgt, is wanneer je de huddle up doet, inderdaad. Want af en toe heb je bij bepaalde grote battles, bouw je iets op. Dan kan je op een gegeven moment een huddle up doen. Een huddle up is, het hele team komt om je heen staan... Het duurt veel te lang. Het duurt heel lang. Het duurt echt veel te lang. Dat is ook het enige wat in de game niet opschiet. Ja, want ze komen om je heen staan. En iedere Guardian vertelt heel even wat zij vinden van de situatie. Heel vaak hetzelfde ook. Ja, heel vaak hetzelfde. En dan kan je twee antwoorden geven. Eén die compleet random is en niks te maken heeft met wat de Guardians zeggen. Of iets wat vaag iets ermee te maken heeft. En als je dat dan zegt, dan is je huddle up geslaagd. En dan doen ze allemaal meer damage. En dan begint de muziek te spelen, maar... Bij mij was dat echt geluk ook. Ja. Het was gewoon geen idee wat ik moest zeggen vaak. Of ik zei maar wat. Ja, juist wel toch? Want het is zo obvious. Ja, ik luisterde dus nooit naar wat zij zeiden, omdat het zo lang duurde. Oh ja, het duurt heel erg lang. Ja. En dat vind ik ook verder. Op een gegeven moment, het duurt zo lang. Je gaat het niet gebruiken, want de game is niet zo moeilijk. Laat die huddle up maar zitten.
Dat is echt, dat klopt. Ik deed het vaak per ongeluk, omdat ik dan, weet ik ja, het staat in beeld, dus ik doe het maar. Ja, ja. Het zal wel. Nee, dat begrijp ik. Er is nog één ander gameplay element wat ik misschien... Meer gameplay elementen wat ik, waar ja. ik nog Oké, okay, nou, wat ik nog even wilde zeggen is dat ik ook op het begin zat te denken van... Ik wil graag een stukje vliegen met de Guardians. En dat mocht toen ineens, ja. vrij snel. Ook een hele vette action set piece trouwens. Wel een vette set piece, maar niet heel erg vet qua controls, vond ik. Het was eigenlijk een beetje hetzelfde minigame als de rest van de game. Ja, het voelt als in Kingdom Hearts, had je vroeger dat je dit spaceship kon maken en zo voelt het. En dat vond ik wel echt jammer, want ik had gehoopt dat daar iets meer vrijheid in zat. En ik zat echt van, oh, dat zou vet zijn als dat gaat gebeuren. En het gebeurt eventjes, dus ze geven je dat al, maar het is niet dat soort game. Daarna heb je game. Vaker dat ze in de cutscenes ergens op, dat ze space... Hier is je space lama trouwens. Ja, space lama is echt absoluut een legende. Ik wil er één thuis. Dat ze in cutscenes ergens opstappen en dat je dan weer denkt, oh, nu gaan we, dit mag ik gaan doen. En dan mag het niet. Dus dat is, hier zie je het inderdaad. Oké, hier begint te vliegen inderdaad. Maar ja, dit is gewoon letterlijk Star Fox. Minimaal naar links, minimaal naar links. Maar dit is Star Fox, Star Wing, Star Fox, weet je wel. Ik heb niet het idee dat je dood kan. Ik heb echt mijn best gedaan. Ik denk het ook niet. Ik denk ook niet dat je dood kan, maar weet je, maar daarom, alles in de game draait gewoon om beleving. Ja, het is gewoon een verhaal beleven. Ja, en dat doet het gewoon heel erg goed. Nou, zijn we dit toch? Nou, er waren nog een paar gameplay elementjes, weet je. Je hebt natuurlijk je Guardians, die je ook kan besturen in de open wereld. Dat heeft weer te maken met die puzzels waar we het eerder over hadden. Die zijn gewoon heel simpel obvious. Maar daar heb je bijvoorbeeld altijd wanneer een pad geblokkeerd wordt, dan moet je Gamora gebruiken om de pad weg kapot te slaan. Ja. Weet je wel? Oké, je doet het niet zelf, je geeft de command. Ja, maar je staat er een hele grote steen voor, dan gebruik je Drax. Ja. Weet je, moet iets op, door een klein gat gegaan worden. Ze hebben gewoon voor de mensen wat variatie geprobeerd aan te brengen. Hoe het hier heet, maar je hebt ook die detective mode van Arkham. Dat je op je rechter trigger drukt en dan krijg je dus alles te zien wat maar iets kan. Maar ook heel matig uitgevoerd. Ja, maar daarom. En dan druk je eigenlijk op L1, ga je alle Guardians af en dan doet er vanzelf wel eentje iets. Dat is het eigenlijk. Maar om heel eerlijk te zijn, had jij daar problemen mee met die visor die je opzet? Want gozer, ik werd er af en toe echt gestoord van, dan wil ik die visor opdoen. En dan moet je R3 in drukken. Ja. En dan doet hij een klein beetje flop weg. Klein beetje flop weg. Oh, ja, niet. Geen fucking idee waarom. Ik denk dat dat gewoon een bug is. Want ja, daar heb ik ook heel veel van. Ja, maar ik heb het na 3 fucking updates, heb ik het nog steeds. Ik denk dat je zag het al een paar keer in de gameplay, voor de mensen die goed hebben opgelegd, dat je mijn visor aan en uit, aan en uit, aan en uit, aan en uit, dat ik bijna fucking een seizure krijg achter mijn ding. Om een of andere... Het ziet er wel vet wat uit. Wat is nou de op. Knop om die visor op te doen? Is het R3? Het is R3. Is het R3 inhouden? Het is L3. Het is L3 of R3. Het is R3, 100%. Het is klikken. Maar is het klikken? Ja, is het klikken. Inhouden? Want ik heb alles geprobeerd en ik word er ram fucking gek van. Ik heb hier echt geen last van gehad. Dus dat is weird. Ah, jij niet? Nee. Ik hoor er ook niemand over. What the fuck? Maar er zitten heel veel van dat soort kleine dingetjes in die gewoon even niet... Game-breaking bugs. Weet je, je hebt van die spleten waar je doorheen moet lopen en soms... Kan dat niet? Nee. En dan moet ik de laatste checkpoint opnieuw inladen. En dat pak je met heel vaak dat je dus al begrijpt van... Oh, er staat weer een steen. Ik moet dit doen. Maar dan moet je toch eerst scannen voordat je dat kan doen. Ja, ja. Ook heel vaak, domme dingen, weet je wel. Quicktime events, dat de logo's gewoon 3 uur in beeld blijven staan. Oh, en ik heb 1 keer gehad dat ik iets moest gaan zoeken in een kamer. En ik zoeken. Maar ik moest eigenlijk alleen wachten tot Rocket klaar was met iets. Ja. Maar ik dacht dat het pas verder zou gaan als ik het had gevonden. Maar ik heb 40 minuten gezocht naar iets wat er niet was. Maar dat is dus het hele ding. Er zitten gewoon heel veel slordigheden in. En ja. De game had gewoon nog zeker een half jaar moeten hebben in ontwikkeling om dat recht te trekken. En dan loop je allemaal tegen dit soort dingen aan, wat gewoon zonde is. Want het had echt een onvergetelijke game kunnen worden in plaats van een hele vette game. Ja, maar dus toch heb ik nooit gedacht, weet je, ik ga ook niet terug naar naar de laatste checkpoint. Ik vond het niet erg om het nog een keer te spelen. Ja, maar ik had ook heel vaak inderdaad, dan begint chapter 3, blijft chapter 3 gewoon in beeld staan, gaat gewoon niet meer weg. En ik had een keertje dat je Gamora, doe driehoekje om Gamora te sturen, bleef gewoon voor de rest van mijn PlayStation driehoeken Gamora in beeld. Stemmen die wegvallen of die er gewoon niet zijn, dat er wel ondertiteling is voor iets wat niet Lady Help wordt. Maar is dat een day one patch die er dan wel overheen komt? Nee, want er zijn al 3 patches geweest en ik heb er nog steeds last van. Ja, nou ja, oké, dat is dan inderdaad een stolligheid. Maar De gun van Peter Quill, die kan zich aanpassen aan bepaalde dingen. Zo kan je elementen krijgen. Je hebt vuur, stroom, wind, elektriciteit. En dat moet je ook weer gebruiken om bepaalde enemies... Weet je, sommigen hebben een ice shield. Dat moet je met je ice gun kapot schieten. Allemaal dat soort dingetjes. Ja, maar daarom alles wat ik hoor qua gameplay en wat dan ook... is gewoon basic bitch shit. Ja. Echt basic bitch shit. Maar het is vooral omdat je weet wat zijn powers zijn. Dus hij kan...
praktisch vliegen. Alles wat hij bedenkt. Nee, en maar met zijn pa die zijn weirde powers heeft. Ja. Dat kan hij. En wat er dan uitkomt is dat hij een ice gun heeft. Weet precies. Je? Ja, dat, ja. Maar het werkt. Ik vind het dus wel lekker trouwens, werken. Trouwens, om heel eerlijk te zijn. Van hier die ontdekkingsreis van Peter Quill. Wie zijn vader nu is. Vind ik veel vetter gedaan dan films. Ja? Veel vetter gedaan. Okay. Dat zit er ook wel in, dat verhaal. Okay. Ja, heb je dat niet gezegd? Nee, nee, niet alsof het nu een nieuwsje is, maar er zitten dus flashbacks in naar Young Peter. Ja, dat had ik gezien. Ja. En die, ja, die zijn zo vet. Die vind ik ja, die zijn heel vet gedaan. Maar het ding is ook gewoon ermee. Kijk, dit is alleen... Petertje. Dit verhaal, of deze game, is gewoon puur verhalend. Daarvoor moet je hem gaan halen. Deze game is puur verhalend. En het ding is... Dan heb ik 15 uur aan content om je te vertellen. Ja, ja. Dat ga ik niet in deze 40 minuten voor elkaar krijgen. Nee. Kunnen we wel doen. Fair. Gewoon het hele verhaal van begin tot eind. Nou ja, nee, de samenvatting vond ik... Oh, nog even een haakje. Nee, maar, dat is dus weer een bug. Ja, daarom, ik zag het. Ja. Nee, dit doe je zelf. Nee. Nee, gaat nog een keer. Je moet los. Ja, maar dat heb je niet. Nee. Dat is geen bug. Dat jawel, is gewoon, nee. Omdat het heel erg... Nee, totdat je hem op de tweede keer speelt. En dan weet je hoe je hem wel gewoon in één keer kan doen. Dan is het een bug. Nee, maar daarom zei ik van... Vond haar design vet ook. Ja, hele toffe mam. Ja, ook. Maar het voelt ook gewoon... Het voelt allemaal authentiek. En ik zweer het je. Het script, de karakters, de schrijvers... zijn allemaal van een bizar hoog niveau... wat deze game voor mij een no-brainer maakt. Als Marvel-fan, dit moet je meegemaakt hebben. Echt? Ja. Maar ik heb dit dus niet gehad, deze scène. Terwijl ik heb dit gewoon gespeeld, maar dit is niet bij mij gebeurd. Nee, maar ik ben hier alleen maar achtergekomen... doordat ik dus toevallig ook de game speel en stream. Want als je het inderdaad speelt... dan denk je dat elke keuze die je mag maken... boeit geen ene reet. Nee. Het boeit letterlijk geen ene reet. Uiteindelijk in de long run niet, maar wel voor voor stukjes, je ervaring wel. Maar voor replayability is het dus best wel cool, want je krijgt hele andere gedeeltes, andere locaties kom je mee terecht. Ja, maar die gedeeltes zijn altijd funny, dus je wil dat ook gewoon meemaken eigenlijk. Kijk, ze hebben natuurlijk dus ergens, hè, je moet als je een game begint, moet je een plan maken van wat ga je maken. Ze hebben natuurlijk bedacht van nou, we gaan een hele verhalende action game maken à la PlayStation. En daar zijn ze tijdens het productieproces waarschijnlijk heel erg in geslaagd om het verhaal te doen en de setting en alle dingetjes die het Guardians maakt. Ja. Maar gameplay-wise inderdaad hebben ze niet genoeg tijd gehad om het helemaal... uit te kristalliseren om het echt superb te maken. Je merkt gewoon waar de focus lag. Nou, dat. Ja, en dat is wel... niet gek, hè? Dat is niet gek dat een game een bepaalde focus heeft. Alleen, inderdaad, nu merk je dus dat de gameplay... Dit is een mainstream game gewoon, toch? Ja, ja, maar nu ik dit zie... Ik vind het wel echt zo sterk. Want meestal als je van die keuzes in games hebt... dan heeft het wel effect in de long run. Maar dat komt erop neer dat je uiteindelijk vaak beter... gewoon op YouTube bad ending... mediocre ending kan zoeken. En dan dat, maar hier heb je dus echt heel veel kleine dingetjes die veranderen. Nou, en dat zie ik minder vaak volgens mij, hoor. En sowieso, voordat we ook gaan afronden... één ding wat echt insane is... is de hoeveelheid aan dialoog. Dat is echt, dat is echt knap. Insane. Ja, dat zie ik al de hele tijd. In alle besprekingen of video's en wat ik zie. Ik heb op mijn stream... deed ik gewoon een test. We stonden gewoon op mijn schip. En ze blijven de hele tijd tegen je lullen. Gewoon de hele tijd. Maar gewoon niet... niet klakkeloos. Andere contextgevoelig. Ja, contextgevoelig. Er wordt een verhaal verteld. Dus ik had zoiets van... nou, ik ga hier kwartier zitten. Hoe lang zal dit doorblijven? Het stopt er niet! Nee. Het stopt er gewoon niet en kwartier. En stel nou dat je een missie later weer terug bent in je schip. Hebben ze dan over andere dingen of gaan ze in datzelfde hoekje verder? Er wordt zoveel verteld. Nee, geen dat weet super cool. Inderdaad niet. Ja, super cool. Nee, maar ja. Dat is het allerbelangrijkste. Het maakt niet uit... want je merkt het niet. En dat is het belangrijkste. Dat houdt die illusie op. En daardoor voelt het echt... Ja, heel sterk gedaan. Ja, nou, ik hoor in principe alleen. Ja, ik hoor genoeg puntjes van dit kan beter. Maar en nogmaals, dat zei ik eigenlijk een beetje in de eerste stapjes al. Van het voelt gewoon heel erg als een mainstream product, maar wel als een heel geslaagd mainstream product. Ja, zeker weten, man. Is het ook voor mensen die Marvel niet tof vinden? Ja, als je Guardians of the Galaxy de film niet vet vindt of de comic niet, dan hoef je dit niet te gaan spelen. Nee? Ja, nee. Nee, ja, dit is een goed verhaal, maar het is zo out there. Nou! Nee, maar dan nee, als ik wil wel weten wat J.J. heeft hem gespeeld. Nou, J.J. heeft gespeeld en die was er onder de indruk van. Terwijl ik dacht van J.J. die met een pratende boom gaat spelen, een kleine fucking raccoon. Weet je? Ja. Die man heeft echt precies. Wat is dit? Nee, maar hij zei al van... Maar heeft hij de films een kans gegeven? Nee, die heeft hij nooit gezien. Nee, exactly. Maar gewoon letterlijk niet. Dus als je het niet hebt gespeeld, niet. Maar als je het de films kut vindt... Nee, dus wel, want hij vond het vet.
Ja, exactly. Ja. Maar ik bedoel, als je de films van The Guardians kut vindt, dan ga je dit niet vet vinden. Maar hij vindt het niet kut, hij heeft het gewoon niet gekeken. Dus hij heeft zoiets van, dat boeit me niet. Nee, maar superhelden boeien me niet. Het is over iets anders. Ja. Oh, oké. Okay. Maar ik had op een gegeven moment zei hij van, wie moet dit doen? Ik zei van, nou, ik heb geen tijd, want ik ben een logical choice, omdat ik het wel vet vind. Maar ik zei tegen hem van, misschien moet jij het doen, omdat jij hebt juist niks. Hij zei van, ik heb niks met superhelden. Ik zeg, precies daarom. Ja. Jij hebt er niks mee. Hier is het dan nog steeds leuk? En hij vond het inderdaad volgens mij very... Want dat is het ding. Het is die mainstream fucking shit die gewoon rolt en leuk is en werkt. Dus... Ja, maar wel sterk. Het is niet gewoon simpel. Het is geen popcornvermaak, zeg maar. Het zit wel gewoon... De characters zitten echt goed in elkaar. Daarom. Ik wil zeggen, het verhaal is niet oppervlakkig. Nee, dat is dan weer niet mainstream-achtig. Nee. Maar als ik het heel even moet vergelijken met toch wel een concurrerende studio en een concurrerende IP. Spider-Man... Qua story zijn ze op hetzelfde niveau. Qua gameplay echt met koppen, schouders, steek, Spider-Man. Tuurlijk. Maar dat is super loof. Ik vond deze game vetter dan Spider-Man. Uiteindelijk wel. Ja? Ja. Want? Nou, maar gewoon... Want waarom jij een soort van dus de gameplay, moi, maar je vindt dit gewoon letterlijk nou ja, vetter, ik vind dat Spider-Man, weet je, dat slingeren en dat vechten, dat voelt very Spider-Man. Maar ja. ik vind Spider-Man is gewoon niet per se mijn superhero. Precies. En ik vond het verhaal ook niet... Ik vond dit gewoon veel leuker. Ja. Het is gewoon meer fun. Meer fantasy. Dat, 100%. Ja. Weet je, je komt op veel vettere plekken. Je komt veel meer bizarre dingen tegen. De boss battles vond ik trouwens ook wel goed. Ja. Maar weet je, als een game mij kan laten janken, dat heeft Spider-Man 1 wel gedaan. Weet je wel, op het einde dat je moet kiezen of de stad redden. Of je tante gehad, redden. Weet je, dat was wel een slikker moment. En dan helemaal vooral dat hij zijn identiteit onthult. En dat die tante zegt... Wist ik al lang, jongen. Ja, ja, ja. Dat wist ik al lang. Nou, dan brok in de keel. Ik snap wat je zegt, ik vind dat we... Want we benadrukken de hele tijd de fun. En dat doe je als je het over de films of de comics van Guardians hebt ook. Ja. Ja. Maar doordat het voelt alsof je met je familie op pad bent... zitten die emoties er ook echt wel vet in, vind ik. Ja, vooral met je moeder natuurlijk. Ja, maar ook, je weet wat ze hebben meegemaakt, maar ook wat Drax natuurlijk allemaal heeft meegemaakt. En zo zit heel sterk in deze game. Dus ik vind, op zich zit die emotie hier ook wel in. Het is niet alleen maar lachig. Maar Drax is echt funny as hell, man. Ik vind hem funnier dan de MCU Drax. Ja. Veel funnier. Ja, vet toch? Ja, absoluut. Ja, sorry jongens, dit is één complete lofzang. Ondanks dat we de gameplay de grond hebben. Nee, maar dat is toch juist een vette. Want ik denk dat niet heel veel mensen er zoveel van hadden verwacht. Misschien zin in, ja. Maar zoveel van verwacht niet. Vooral niet door de laatste Avengers. Ik ook niet, hè? Weet je nee, nog dat wij ik, ook ik niet, heb nee. het afgebrand bij de trailer. Ja. Ik heb een play-sessie gedaan. Ja, was niet vet. Welk stuk twee, was dat? Drie uur. Oh, het begint gewoon. Ja, Novacore. Maar echt letterlijk een kutse stuk. Ja. Echt letterlijk een kutse stuk van de game. Ja, die was toen misschien het meest af. Weet je, dat was misschien het meest af. Dat kan ook op dat moment. Dus dat was gewoon niet een goede keus. Maar nu zijn jullie fucking Vooral omdat het zo'n verhaal in de game is. Als je dan een playstation krijgt en je wordt halverwege, want dat was volgens mij chapter 5. Mm-hmm. Je wordt halverwege chapter 5. Dan heb je toch geen idee wat er aan de hand is. Nee. En dat is voor een verhaal in de game is dat gewoon killing. Ja. Ja, en dan heb je dus net dat stuk met die Jello gehad. En dat is gewoon weird. Dat is heel erg dat is het enige out of context van die hele game. Ja. Nou ja. Wil je nog wat nieuws? Wat de allerlaatste? Ik geef jullie nog alle twee één punt wat jullie mogen brengen. I am Groot. Ha! Kut! Die wilde ik zeggen! Why? Jullie zijn soort van echt super geleveld samen. Jezus. Ja, godverdomme. Hoe ga je hier nog overheen? Ja, Flark. Flark. Kut, sorry. I don't fucking know what the fuck is going on. Maar tof dus. Yes. Zeker. Nou, halen. Ik hoop dat jullie genoeg info hebben gekregen met z'n allen. Denk het wel. 41 minuten aan Guardians of the Galaxy. Daarom. Dus ik denk dat er wel duidelijk is. Ik ben er best wel enthousiast voor. Dat zijn ook 41 minuten die je had kunnen besteden aan Guardians of the Galaxy. Ja, en dat zou je aanraden. Ja, zeker. Wauw. Wow.